Je luistert naar Fix jezelf, de podcast met Rosita en Angel. Wij gaan op zoek of we onszelf echt kunnen fixen. Ja, we zijn er weer met Fix jezelf en we gaan onszelf fixen met geld. Ja, nou ja geld. Rosita, geld. noem jij eens wat andere woorden voor geld? Doku? Doku, ja. Money? Ja, ja, ja. Uh, Doku, do, money. Um... Weet ik dat? Uh, harde knaken? zeiden we vroeger vroeger ja, ja knaken? Ja, knaken, heel goed, ja. Ping-ping. Uh, Ping-ping, heel goed, ja. Ja, voor de rest weet ik het <laughs> denk ik niet. Ja, misschien <laughs> weet ik nog wat straatal dingen die ik nu zo niet even opkom. Ja, even kijken. We hebben cash, centen, munten, poen, shekel shekel Oh, ik had het van goed. Doe koejo, pegels, tientjes knaken, florijnen, heel oud. Spaarcenten, money, kapitaal, grijpstuivers. Oh, en dat oh, zijn mijn vader horen. wel eens, grijpstuipen. Muntgeld, roet, lijst, cash, pecun pecunia? Dat ik ook niet, woord. nee. Rijkdom, vermogen, ping ping en flappen. Ja, flappen, ja, dat is ook een Flappen. Flappen. Ja, cash was er, ja. ja. Maar um, um, wat heb jij met geld? Of wat heb je niet met geld? Ik vind dat een moeilijke vraag. Want jij vraagt die vraag. Dit is een vraag die ik me wel vaker gesteld heb. Ja. en ik vind het een, een lastige vraag, want ik wil eigenlijk uh, heel maatschappelijk verantwoord uh, antwoorden. Ja. Maar ik vind geld gewoon lekker eigenlijk. Ja. <laughs> ja, ik kan er wel heel erg spannend over doen. Dan ik zeg: nou, als ik het heb, dan ga ik de wereld een beetje beter maken. Bla, 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 die bla. Ja. En dat is ook wel zo, hè? want dat is ook wel wie ik ben. Maar als je het me zo heel erg op de man afvraagt, <laughs> dan zeg ik: ik vind geld eigenlijk uh, lekker juicy, lekker. Uh, ja, ik hou van geld. Ik hou ook van geld. Maar dat is heel goed hoor, dat je houdt van geld. Oh, maar ik voel, voel me bijna, merk ik. Ja. Dat is interessant? Ik voel me ja. bijna... Ik schaam me bijna dat ik het vind. Ja, maar waarom dan? Weet ik dat? Dat gaan we nu uitvinden dus. Gaat Deze podcast gaan we er allemaal uitvinden. Help mij. Ja, we gaan het uitvinden. Want ik kwam een, een test tegen. Het is wel leuk om een beetje met stellingen... En hè? jij dan? Dan wil ik ja, ook Oh weten. ja, oh ja. Um... Nou, ik herken het wel. Ik vind geld ook heel leuk. En ik vind het echt heel leuk om van geld geld te maken. Dus het is voor mij ook een soort spelletje. Uh, om dan, um, om dan uh, meer van te maken. Of om dan te, ja, te investeren. En dan te kijken wat, wat, wat levert het dan weer op. En soms ben ik ook wel bereid wat risico te nemen. Um, en, um, maar ik kan ook... Um, volgens mij noemen ze dat in, de, uh, in het Engels... Um, money wise, penny foolish dat ik dus soms grote uitgaven veel makkelijker kan doen... dan kleine uitgaven. Oh, grappig. Dus, ja, dus ik kan soms heel zijkerig zijn in de supermarkt... want dan vind ik de zalm te duur. Maar dan koop ik wel een hele dure fiets. Ja, oh, hè, dan ja. bijvoorbeeld. Ja, dat, dan zou je deze podcast eigenlijk met mijn uh, Mr. B op moeten nemen... want die <laughs> heeft dat hetzelfde een <laughs> beetje. Um, maar ik weet van... Ja, ik weet niet. Ik vind, het, ik vind het altijd benoemenswaardig hoe jij dat doet of zo ook met geld. Ja. Dan kan ik echt wel... Wil ik van leren? Wil ik van leren? Even leren? Nou, dat is wel leuk. Ja. Want ik, ik. Mijn vader had precies zo, die kon ook soms gewoon bij bepaalde dingen zijn, nee, het is veel te duur. En dan we hadden wel als eerste zo'n platte televisie. Een van de eerste, weet je dat. Ja. Dus toen dacht ik, oh, die had eigenlijk precies hetzelfde. En ik heb me wel wat meer in verdiept. Dat het ook wel is, juist omdat je ook op bepaalde gebieden zuinig bent, of, of misschien krenterig, dat je daardoor ook je vermogen kan uh, vermeerderen. Want als, ja. je, als je natuurlijk ja. in alles heel veel uit gaat geven, ja dan. Kan je weer niet sparen of beleggen? Nee, nee, eens. Ik vind, ik vind, het, uh, ik vind het interessant. Ik heb zin in deze podcast nu al. Nou, leuk, hè? Ik vind Sorry, het ook. Ik het het ook. Ja. Als je nou een stelling hebt, hè, dan, dan heb ik een aantal kijken welke jij herkent. Okay. Le Leef bij de dag. Als je dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Eerst sparen dan uitgeven. Geld is niet belangrijk. Het is beter te geven dan te ontvangen. En met spel geld kun je laten zien wie je bent. Wat was de eerste? Leef bij de dag. Ja, ik neig een beetje naar die. Eigenlijk. Ja? Maar, ja, maar dat voor mezelf. Ik ben opgevoed met de tweede. Dus als je voor een dubbeltje ja, geboren oh ja. bent, dan word je nooit een kwartje. Maar als het voor mezelf is, leef bij de dag. Oh ja. ja, weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Wil je ze nog eens? Oh, super saai. Ja, podcast, wat geef niet hoor. Want uh, leef bij de dag. Ja. Als je een dubbeltje geboren hebt, word je nooit een kwartje. Die ken ik ook. Insparen, ja, sparen, dan uitgeven. Sparen. Ja. Geld is niet belangrijk. Nou, vonden wij we wel hè. We ja. wel. Het is beter te geven dan te ontvangen. Dat is bij mij ook wel in balans. Met geld kun je laten zien wie je bent. Ja, dat, vind, dat voel ik niet zo. Nee, nee, dus voor mij is het eerder, denk ik. Um, ja, die eerste denk ik dan. Maar ja, ik vind het eigenlijk allemaal niet zo dan. Nou, maar het is wel leuk wat je zegt. Dat je dus anders opgevoed bent dan hoe je er nu in staat. Zeker. Want jij, jij hebt nu niet meer van als je een dubbeltje geworpen bent, word je naar de kwartje. Zeker niet. Ik denk ook dat je van geld geld kan maken. En ik geloof ook dat je er hard voor moet werken op een bepaalde manier. Dus dat is wel mijn overtuiging. Ja. Dat betekent niet dat je er heel moe van wordt of heel erg moet je best voor me doen. Ik denk wel dat, dat het dan vermeerdert of zo. Maar ja, ik weet niet. Ik leef ook wel met de dag. Denk ik. ik maar heb je niet, ik heb heel erg meegemaakt, eerst sparen dan uitgeven. Ik mocht nooit in de schuld zitten. Ja, dat is, ben ik ook wel van mening eigenlijk. Ja, maar ik vind ik nog het nou steeds ook een goeie. Vind ik oh. ook. En dat is ook wel wat ik doe. Ik bedoel, ik heb net een uh, super, super, super uh, decadente nieuwe iPhone gekocht. Die net uh, een week oud oh, is. Oh, lekker. Ja, ik moest in een nieuwe telefoon. Ik dacht, wacht, wat tot die nieuwe uitkomt. Uh, dus ik heb hem gekocht. En daar heb ik, ja, heb ik ervoor gespaard. Nou, ja. Dus ja. ik ga het niet kopen. Ik koop Als je het het, geld ga het niet, niet met een abonnement kopen of zo. Ik ja. loop het wel gewoon zo. Ja. Knaken op de tafel. Knaken op de tafel. Knaken <laughs> op de tafel. <laughs> En uh, als je dan zegt, uh, voldoende geld, zorg ervoor dat ik voor anderen kan zorgen, ten koste van mezelf soms, me geen zorgen hoef te maken voor de toekomst, dingen kan kopen waar ik plezier aan beleef, dat ik vrijheid heb om het te ontwikkelen, een goede buffer voor de toekomst, me belangrijk voel en status heb. Allemaal behalve de laatste, denk ik. Ja, dat is grappig, hè? Ja, ik, ik heb geld helemaal niet, hangt van, helemaal niet aan status. ...totaal niet eigenlijk. Nee, want is het nu ook zo dat je kijkt... ...want jij, jij hebt ook niet de duurste auto. Ik ook niet. Uh, dat vind ik ook altijd een statussymbool. Maar je kan nu ook zeggen tegen iedereen... ...kijk eens, ik heb de nieuwe iPhone. Ja, ik geloof niet dat ik zo zoek <laughs> aan zit. Maar als ze het er dan over hebben... ...dan kan ik wel glimmen en zeggen... ...kijk eens, ik ja. heb de nieuwe iPhone. Maar <laughs> uh, dat het niet kijk is... ...nee, want ik ben er ook gewoon trots op dat het kan. Dus ja. het is niet zo kijk eens. Het is eerder hoe... Weet je wel zo. Ja. De excitement of zo heb ik ook nog wel steeds bij nieuwe dingen kopen. Ik heb niet dat ik dan denk: ach, ja. ik ga even een nieuw iPhone kopen of zo. Dat... Ja, precies. Ja, grappig. Ik kan het ook wel. Ik merk dat ik wel heel erg uh, met uh, geld dat ik geen zorgen over de toekomst of Dat het gewoon mogelijk is, zeg maar. Ja, nou, die heb ik ook. Maar ik vind het ook belangrijk bijvoorbeeld als mijn ouders iets hebben wat ze niet kunnen betalen, dat ik dat dan geef. Ja, ja. Dus... Of andere mensen om me heen waarvan ik weet, ja, dit is echt geen onzin, hebben ze niet. Of met een keuze is ja. dat iemand het wil doen. Of weet ik veel wat. Dan, um, ja. Dus ook dat maakt het wel mooier of zo. Dat je, ja. dat je wat hebt. Dat je... Maar ja, dat is ook een beetje egoïstisch geven om zelf beter te worden of zo. Dan, denk nou ik. ja, dat is een beetje wat te ze, ze zeggen. Je geeft altijd om, om iets terug te krijgen of zo. Precies. Precies. Dus het is altijd een soort ego. Maar goed, het is dan nog, kan het ook wel. Uh, heel mooi zijn om te geven. Ja, vind ik ook. En niemand hoeft het vaak te weten, dat vind ik ook fijn. Ik hoef niet aan de grote klok te laten nee. weten dat je dit of dit voor iemand gekocht hebt. Nee, of precies. Ja. ja. En als je nou een opvatting over geld, jij zegt: ik vind geld leuk. Maakt geld je nerveus en onzeker? Nee. nee? Nee, ook niet. Nee. Nee, maar het is wel ik heb een keer een workshop gedaan over geld. En ging over je geldblauwdruk. En dan moest je inderdaad je overtuiging over geld opschrijven. En jij zei in het begin, geld is leuk. Dat maakt ook, als je het dan hebt over manifesteren en dergelijke, dat jij best wel met geld om kan gaan of met geld kan zijn. Ja. Um, sommigen vinden geld vies, bijvoorbeeld. Dat oh. hebben ik heel erg meegekregen. Of uh, geld is... Als je rijke mensen, die zijn uh, egoïsten of arrogant of... Uh, nou, als je die overtuiging hebt, is het heel veel moeilijker om met geld om te gaan. Oh, wat grappig. Ik heb ik nog nooit zo over nagedacht. Ja, grappig, oh. hè? Ja. Dus het is heel goed om, uh, om dan te kijken, wat zijn dan die overtuigingen over geld? En um, uh, ik weet bijvoorbeeld... Je, je, het is ook goed om met geld te zijn. Sommige mensen die hebben geld, het moet meteen eruit. Oh, zo? Ja. Oh, en... Grappig, hè? Denkt er heel niet over na. Ik... Ja. <laughs> Dit is echt een onderwerp voor jou. Je moet geldcoach worden. Ja, dacht ik ook, ja. Ik dacht, het wel leuk om daar iets in te doen, ja. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk wel zo. Ik weet bijvoorbeeld iemand die had haar huis verkocht. En die ging daarna allemaal dingen doen. En die heeft het eigenlijk best wel snel weer uitgegeven. Um, en, en die dacht later ook, oh, dat had ik misschien iets minder snel moeten doen. Oh, wat grappig. Uh, ja, ik kan echt wel met geld zijn. Ja hoor, ik vind ja. het helemaal niet erg als het op de bank staat. Of als het vast staat. Of weet ik veel wat. Ja. Nee, heb ik niet. Ja. Dus dat is grappig. Want dan zeggen ze ook, je hebt altijd een soort thermostaat. Dus uh, je hebt mensen die dus elke maand net genoeg hebben. En dat blijft een hele leven zo. Ook al gaan ze veel meer verdienen, hebben ze nog steeds elke keer uh, genoeg. Grappig. Dus, toen ergens... wij net samenwoonden, dat is een leuk ja. aanhaakje. Even een ja. sprongetje. toen wij net samenwoonden, hadden we net een huis gekocht. En uh, dat was nog in die periode dat het volgens mij 9,75% rente was of zo. Echt niet normaal veel geld. We hadden ja. echt in die tijd 1600 gulden. Aan Hypotheek alleen een al. Beetje. En uh, ja, wisten wij veel. En we gaan. Er was helemaal niet zo duur huis achteraf gezien. Maar ja, dat was in die tijd. We hadden het huis gekocht. En ik weet nog wel, de tweede maand vergeet ik echt nooit meer dat, het, dat we gewoon geen geld meer hadden. We hadden gewoon oh, ja. geen geld meer. Ja. En uh, we moesten boodschappen doen. Toen zijn we bij mijn ouders aangeklopt. Van joh, kunnen we uh, bij jullie uh, wat geld lenen? Want we hebben geen geld meer. En toen heeft uh, 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 mijn man heeft ervoor gezorgd dat hij een boekje kocht. Waarin die elke week, elke maand alles opschreef. Toen dus heeft het heel inzichtelijk gekregen wat we hadden. En ik heb met mezelf afges afgesproken. Ik ga dat gaan we gewoon op mee doen. Ja, en niet in een angst, helemaal eigenlijk niet. Maar meer in een overtuiging: dit kan anders. Dit hoeft niet zo te gaan. Nee, precies. Ja, toen ging de rente naar beneden. Dus toen kwam ja. een ander verhaal. Maar noem maar op. En goed, ja. we gingen allebei uh, aanzienlijke, uh, nou ja, zoals we dan zo mooi zeggen, carrière maken. Ja. Um, dus ja. Maar ik weet wel dat, dat dat ook wel een andere kant had kunnen zijn, natuurlijk. Precies, dat, ja. ja. Want heel veel mensen hebben ook niet. Inzichtelijk van wat bijvoorbeeld uh, uh, wat je uitgeeft of zo. Ik kan bijvoorbeeld ook altijd een beetje zeikerig zijn met abonnementen of zo. Want ja. dan denk ik, ik wil niet daaraan vastzitten. Ja, en uh, dan uh, deel ik abonnementen met anderen. Nou, dat mag niet meer van alle providers. -dingetjes. Dat doen we dus ook gewoon niet, hè? Doen dat we niet meer. <laughs> doen we niet meer. Maar het is meer, en het gaat helemaal niet over dat ik het geld niet heb, maar het gaat ook over of je het waard vindt of zo. Ja, daar het, denk ik, het gaat over ja. de waarde. Mooi. Ja, en, en ik vind bijvoorbeeld ook, uh, wat ik bijvoorbeeld heel erg vind, is parkeergeld betalen. Dat vind ik echt zonder geld. Ik ook. <laughs> ik moet er bijna rijden van. En dan, ik... dan ga ik op PNR naar Amsterdam. Ja. En dan word ik zangerijden, dan ga ik altijd naar Zeeburg. En dan parkeer ik mijn auto, krijg ik twee tickets. En dan is het, weet ik het, zeven euro voor een dag of zo. Oh, ja. En dan kan je met z'n vieren naar, de, naar Amsterdam. Ja. Kom ik daar van de week, want we zijn naar Amsterdam geweest is die Zeeburg, veranderd heb ik al geparkeerd en alles, hebben ze nieuwe apparaten, waarin dat dus niet meer op deze manier gaat. Je dus uh, met je OV moet reizen en later korting krijgt, maar dat is gewoon een lachetje, want je moet gewoon, weet ik 13 euro nog betalen en je uh, yes, yes. OV, nou, daar ga ik dus niet meer naartoe. Nee, dus precies. ik ga vanaf nu helemaal uitzoeken waar ik dat wel kan doen. Het <laughs> gaat helemaal nergens over, maar ik ga wel uh, winkelen en ik geef ook godsvermogen aan een jas ja. uit, weet je. ja. Het is grappig, hè? Ik ben van de week zes keer met de fiets naar uh, Utrecht geweest. Ja, dat doe ik ook. Rustig. ja. Oh, lachen dit. Hè? Ja, het is echt grappig hoe dat, dan, hoe dat dan is. Maar het is dus, als je dus die. Dat is wel grappig. Als je zegt: ...joh, jij hebben op een gegeven moment geen geld gehad. dan gaat het erom dat je je, je thermostaat, zeg maar, hoger moet zetten. Dus je moet leren ja. om daar anders mee om te gaan. Ja, precies. Dus ik heb ook periodes oh, dus... gehad dat ik altijd net uitkwam en op een gegeven moment. Uh, Kreeg ik wat meer geld, maar dan moet je dus leren met dat geld te zijn. Want het is ook wel bijzonder als je opeens een bedrag op je rekening hebt. Een groot bedrag tegenwend gewend bent. Dus, dus voor, voor sommige mensen is dat gewoon ingewikkeld. Ja, grappig. En ik zit, er schieten allerlei voorbeelden door mijn hoofd. Dat heb ja. ik dan. Dat ik denk, ja, ik weet iemand die dus inderdaad niet. Die heeft, die heeft zeg, stel je voor, 5000 euro op zijn rekening of zo, ik zeg maar wat. Ja. Dat moet eraf. Ja, precies. Dat moet uit, maar dat heeft dus te maken met hoe je met geld bent. Dat vind ja. ik interessant. Dat is leuk, hè? Ja, vind ik leuk. Ja, dat is leuk, ja. En als je dan. Eh, heb jij een groot, grote droom op het gebied van geld? Ze gaven wat voorbeelden. Een wereldreis, vrijwilligerswerk, eerder stoppen met werken. Een gezellig huis waar iedereen graag komt. Een vakantiehuis hebben aan zee. Of een mooi huis in een dure auto Dan zou ik zeggen: een vakantiehuis aan zee waar iedereen kan komen. Die combineer je met elkaar. Ja. Ja. Ik had ook die, die, dit gezellige huis. Want niet per se. dat Ik, ik wil niet per se mensen in mijn huis. Hebben. Maar maar ze mogen wel komen, maar wel naar een ander huis. Maar ik vind het wel leuk om een soort plek te creëren. Nou zoals... ja, dat, dat ja, stelde Ik zou ja. graag een huisje kopen uh, waar mijn vader vandaan komt in Griekenland. En um, uh, daar dat dan ook delen met familie en vrienden, die daar niet per se met mij, maar gewoon naartoe mogen als ze dat willen of Zo dus, ja. zou ik dat dan wel willen? Ja. Dus en um, eerder stoppen met werken, dat, dat heb je niet. Nee, nog niet. De, die, nee. Die, dat voel ik nog niet. Nee. En uh, ik ging nog even wat meer testjes doen. Hè. En, maar er kwam er eentje voor jongeren terecht. Dus dat was, was wel van: hey, je krijgt 100 euro van oma. Ik dacht, ja, het is heel lang geleden dat mijn oma leefde. Ja, dat ze 100 euro gaven, dat is nog nooit voorgekomen. Nee, dat waren nog, gulden. Dat waren nog gulden. ja. Maar uh, uh, leen je wel eens geld uit? Nee. Nou ja. Wel, Ik heb wel eens gedaan, maar dat is ja? dan aan iemand die heel dicht bij me staat, waarvan niemand weet. En maar even zo te zeggen dat dat ja? een lening is. Oh ja. Maar dat heb ik ook alweer teruggekregen. Ja. Nou, ik vond het wel een leuke, want ik heb het ooit een keer uh, gedaan. En um, uh, iemand had het toen nodig, ik dacht prima. En ik heb het twee keer gedaan eigenlijk. En, uh, maar het is ook een beetje dat ik denk, als iemand dus. Dus dat is die, die blauwdruk, als iemand dus altijd moeite met geld he heeft. Dan is het ook lastig om dat dus weer terug te betalen. Ja, in dit geval was het omdat er een omstandigheden waren met, met, um, uh, met, met externe omstandigheden, zeg maar. Ja. Waardoor diegene uh, ook nog een auto kwijt was. En toen heb ik geld geleend voor een auto voor diegene. Nou ja. um, maar diegene heeft het nu heel goed voor elkaar. Dus het is ook mooi als je het dan zo, zo, zo bekijkt. Dat ja. het ook kan veranderen. En ja, ik weet niet. Ik ben niet zo'n voorstander van, moet ik eerlijk bekennen. Nee. Nee, ik heb het nog een keertje gedaan, maar er was iemand die haar uh, had het huis verkocht. En dan is de bank heel lastig, hè? die overbrugging, daar kan je bijna niks mee doen of zo. Dus, en die moest al een soort borg voor huur betalen of ik weet niet. Maar, en dat kregen ze dus niet voor elkaar. Terwijl ik denk, dat is ook raar, hè? dan weet je dat je zoveel geld krijgt. Ja. Maar, daar kan je nu dus niks mee doen. Nee, maar dit zijn van die gevallen waarvan je ook weet, was, dit is niet anders. Nee, precies. Nee, dan, dan heb ik het ook hoor, dan maakt het ja. ook niet uit. Maar ik ben niet zo iemand die dan zegt, nou hier heb je dit en uh, ga maar... Nee, nee, geloof het niet. Nee, nee. Nee, ik vond het ook, want ik vond bij de eerste keer dat ik dacht... Oh ja, het is ook wel boeiend, want als iemand... Stel dat je het uitlent dat iemand die dus altijd moeite heeft met geld... Ja. Dan is het ook... Dan helpt het niet of zo. Dan dat lost het het, het probleem punt. niet op. Nee, ja, precies. Dan, en dat is meer het punt. Terwijl ik denk, ja, als zo iemand is die weet... Oh, er komt geld aan, het is even een periode. Ja, prima. Dan, uh, uh, dan is dat oké okay of zo. Dan geef ik het geloof ik nog liever dan dat ik het uitleenmerk kan mezelf. Ja, ja dat ja. denk ik dan ook. Dan denk ik, dat is ook mijn idee. Dat ik denk, ik ga, het niet meer, ik ga het niet meer lenen dan op het moment dat het een keer voorkomt. Maar dan zou ik het eerder geven. Ja, of een andere constructie, weet ik voor welk. Maar... Ja. Ja, ja, ja. Grappig. Leuke vragen. En uh, ja, en ik had, nou, dan heb je al gezegd: van als je een nieuw mobiel wil kopen, ga je die gelijk kopen of ga je op onderzoek uit? Maar jij gaat hem gewoon gelijk kopen. Ja, ik, ik, ik heb altijd een iPhone. Dus ja, kom, ik wil geen andere... Wel... Tele... Nee, ik wil geen maak... andere. Gewoon omdat ik dan weer helemaal moet wennen daaraan. Um, dus daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dat is het meer. Dus ik wil gewoon dat de ene ja. telefoon de andere in een uur overneemt. En dat er alles op staat wat ik ja. heb. En dat ik geen gezeik kan heb. Dus dat is meer de... Uh, zou ik me vroeger gevraagd hebben, had ik denk ik gezegd. Ja, ik ga wel op onderzoek uit. Ja. Maar dat ja. was in de tijd dat, dat je nog veel meer keuze... Of andere keuze met telefoons ja. had. Ik bedoel... Nee, nou, is maar gooi anders. het eens dus op iets anders, op iets wat uh, een, uh, een, een microfoon of een. Uh, een, uh, nou, een microfoon een... vraag ik aan jou, welke heb jij en dan ga ik hem kopen. <laughs> uh, nou ja, even stom gezegd. Ja. Of iemand zegt het en dan ga ik hem kopen, dus dan, dan nou, ja. ga ik de expertise van een ander, dat vert daar vertrouw ik op. Gaat het over een auto? Ja, een auto uh, of een fiets of een. Uh... Ja, mijn fiets, ja, ik ben denk ik een beetje saai, maar uh, mijn fietsen wil ik gewoon eentje waar mijn, waar mijn boodschappen er dan ook op kunnen. Ja. En dus dan wil ik het zo, zo solide mogelijk. Ja, en dan valt er vaak één of twee. En dan kies ik gewoon. Oh ja. En dan kies ik oh ook ja. wel op uiterlijk. Wat ik dan mooi vind. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ja. ook. Maar ik kan wel echt heel veel dingen. Ik ga op. Ja, maar dat doet uit. mijn EGA. Doet dat. Ja, dus die doet dat... dat ook. ja. Er is altijd bij mij, heel, heel, heel raar, maar altijd wel iemand die voorwerk doet. Dus oh, Of ja. jij bent het, of, of mijn man is het. Ja. Er is altijd wel iemand die voorwerk doet. Uh, net als met, ik wilde eigenlijk die, een paar maanden terug die iPhone 14 kopen. En dan zegt mijn dochter, wacht nou even, want er komt een 15, doe dat nou niet, want dit is beter, dat is beter. Dan oh, ja. luister ik daarnaar. Oh ja. Oh, grappig, dus, ja. Ik doe zelf geen onderzoek. Ja. Mensen doen voor mij dus ik ben een soort uh, diva-gedrag wat dat ja. gaat. Dat is ook zo. Nee, ik probeer dan alles te vergelijken en ik wil ook dan nog de beste aanbieding. Ja, nou dat, dat laat ik dus doen. Ja, want ik heb ook dat bij, bij tweakers bijvoorbeeld, kijk tweakers, Ja. Daar kan je dan ook een soort prijsdaling uh, kun je instellen. Nou, die oh, dat dan, wist ik niet. Ja, dan als ik dan iets heb wat ik denk, oh dat wil ik graag. Dan, dan zet ik hem in, uh, in de prijsdaling. En dan krijg ik een mailtje op het moment dat die gedaald is. En dan mag ik hem aan mezelf kopen. Ja, ja ik vind het ja, leuk. Maar als iemand het dan gedaan heeft, ja nee zo. Ja. Ja. Dus jij zegt dat dan tegen mij, doe maar ja. niet. Of, of Hamid zegt dan tegen mij, nou ga maar daar. Of... Ja. ja, oh grappig. Ja. Nee, ja, bij mij kost het om zoveel tijd. Laatst had ik een keer iets gekocht. Ja. En toen zei iemand. Nou, dat heb je ook snel besloten. Ik dacht, ja, ik ga het toch kopen. Dus nou, nou moet je eens ophouden met dagen te kijken. Ja, zo ben ik naar... meer. Zo ben ik meer. Ja, <laughs> dat is meer mijn kaliber. Ja, precies. Ja. Want ik dacht, het kost me zoveel tijd dat ik dacht, ik ga het toch kopen. Dus huppethee, gewoon doen. Ja. ja. Hey, en houd jij je financiën bij? Uh, ja, voor mijn zakelijke kant natuurlijk. Voor mijn, voor mijn bedrijf, ja. nee, ja, maar alles. Nee, dat hebben we opgedeeld. De privé houdt, uh, houdt het allemaal bij en ik doe zakelijk hou ik alles bij. En zo uh, we hebben dat ook redelijk gescheiden in de zin van uh, uh, privé en zakelijk zeg maar hoe we betalen en hoe we de dingen doen. Uh, het wordt hier wel goed bijgehouden. Dus als je het zo vraagt, wordt alles hier goed bijgehouden. Ja. Maar weet jij, heb jij in je hoofd wat nu je vermogen is, bijvoorbeeld? Nee, denk ik niet. <laughs> Nee? Ja, dat nee, vind ik grappig? Nee, ja, dat, dat vind ik zo grappig dat ik denk, oh ja, hoe... Oh, ik zit met mijn dingen. Um, nee, want ik, ik heb een Excel bestandje. En dan doe ik uh, maandelijks, doe ik daar even bijhouden hoe ik ze sta. Ja, dat vind ik heel leuk. Soms vind ik het niet leuk, want dan gaan de beleggingen omlaag. Dan... Ja, nou ja, nee, ik denk niet dat ik dat weet. Nee? nee? nee. Oh, dat is wel grappig. En grappig, want gisteren kwam mijn vader, die doet bij ons de tuin, en die zei... Uh... Het ging ergens over. Dus als hij, ja, maar je bent er onderhand wel klaar met betalen van je hypotheek nu. Dan dacht ik, oh, dat weet ik dus niet. Ik zeg, volgens mij hebben wij net twintig jaar afgesloten. Maar dat is ook alweer tien jaar geleden of zo. Oh ja. Dus um, ja, ik ga er even over vragen straks, ja, Ik ga er straks even uh, beneden over in discussie. Ja, eens dus kijken of, <laughs> Kijk of hij het weet. Kijken of hij het weet, ja. Nee, maar, maar weet, hoe, dat is wel leuk. Want, uh, geef je kinderen hier iets mee met geld? Zeker ja dat ja. leert hè um, nou ja ik probeer ze want het is wel een beetje ingewikkeld want ik, je merkt ook dat je met twintigers te maken hebt dus die ja. hebben ook een eigen mening zeker um, want eerder kwam het nooit door dus je probeert het nu uh, door duidelijk te maken wat ziektekosten duidelijk laten we zien dit is de ziektekostenverzekering uh, dit is wat er afgaat dit is wat er aan uh, um, elektriciteit in huis betaald. Want we laten heel vaak dingen zien wat het kost. Oh, ja. Dus ik weet niet of dat dan mee omgaan is, maar wel laten zien wat het kost. En dat het niet, dat de zon zeg maar niet voor niks opgaat. Dat uh, je niet gaat zitten wachten ja. tot iemand je geld gaat schenken. Ja. Maar we zijn wel makkelijk met dingen geven aan ze. Dus oh, dat, ja. Daar weet ik ook al van mezelf dat ik daar wel echt verwennen. Verwennig in ben. wennen in ben. Ja, maar het is ook zo. Ik weet bijvoorbeeld ook met als ik bijvoorbeeld kinderen meeneem vroeger of zo naar de dierentuin of wat later. Ik denk, die hebben geen idee. En dan was ik. Oh ja, maar op... ik laat ze heel vaak, en dat heb ik vroeger ook al gedaan: uh, betalen. En dan betaal oh, ik ja. het, maar dan betalen hun het. En dan zien ze wat er oh, kost. Dat ja. heb ik altijd al gedaan. En ze schrikken nog steeds de dag van vandaag uh, van soms van dingen. Dat ze ze. Dat ze ja. zien hoe duur het eigenlijk is. Oh ja, ik vond dat zo grappig. dan ging ik als twintig of zo met mijn neefje en nichtje naar de dierentuin En dat was voor mij best wel veel geld. Maar die kinderen hebben geen idee natuurlijk. Nee. En dan willen ze nog een ijsje en een dingetje. En dan dacht ik, oh ja, dat snap ik wel. Maar hoe doe je dat dan met kinderen? Of hoe... ja, ze weten natuurlijk nooit echt wat geld, uh, hoeveel geld geld is. Nee, maar op een gegeven moment baan... leren ze dat wel. Ja, dan gaan ze nu een beetje leren. Dat, ja. dat bijvoorbeeld. Uh, uh... Um, ziektekosten afgeschreven wordt, terwijl er geen geld meer op de rekening staat. Oh ja. Weet je, en Noah bijvoorbeeld, de oudste, die uh, krijgt geen uh, basisinkomsten, hoe heet dat, basisstudievergoeding, omdat oh, ja. hij al te lang studeert. Oh ja. Dat is echt wel wrang, want dat betekent dus dat hij alleen maar zelf moet verdienen. En ja. je, wij betalen heel veel dingen, maar je eigen dingen moet je zelf betalen. Ja. Dat is gewoon het ja, telefoonabonnement, nou normaal, ja. dat soort dingen. Um, en dan zien ze hoe snel het gaat. Dus uh, ja. bijvoorbeeld als je een sigaretje rookt en, en je wil, weet ik voor wat, dan zien ze ineens, oeh, dat gaat hard. Ja. Daar ga ik niet aan mee betalen. Nee, dus daar... goed. dus elk, elk drank, alle sigaretten, daar betaal ik niet aan mee. Nee, nee, nee. En um, ben jij aan het sparen en beleggen? Uh, beleggen, toevallig heb ik daar, um, van de week ben ik daar eventjes ingedoken, dus ik beleg niet. Um, vind, ik, ik snap dat gewoon niet. Jij wel, dat weet ik. En dan zit ik te kijken en denk ik: ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nou deel dit? Of is dit nou een goed idee? En uh, weet ik het, nou vind ik lastig. Ik dus dan ben... laat ik het. En sparen? Ja, sparen doe ik wel. Ja. En heb je een spaarrekening? Uh, ik heb bij je, een spaarrekening. Ja, 0,02 ja, is iets meer nu. Maar... Ja, nee, ik weet het geen eens meer, maar echt heel weinig. Um, ja, het is niet echt sparen, het is eigenlijk geld wegzetten. Ja. Dus ik vind nu geen sparen meer. Nee, dat gezegd. is ook zo. Dat is ook zo. Dus eerder gewoon geld wegzetten en om het wegzetten. Want ik zou er wel wat mee willen doen als je me dat vraagt. Oh ja. En wat ja. maakt dat je dat nog niet gedaan hebt? Dat ik het niet snap. Oké. Okay. Dus als ik het niet snap, laat ik het. Ja. En jij? Nou ja, het grappige is, ik ben nu, uh, uh, kwam ik een podcast tegen van uh, Aaf Brandkostiers. Dacht, oh dat is leuk. Die heeft nu een podcast met ene Vincent of zo, ik weet zijn naam niet. Over geld praat je niet. En hmm. uh, uh, die is heel leuk, dus je moet je ook eens gaan luisteren. Ja. En die gaat dus ook die jongen die is dus begonnen met geld en die had het over tonner, Weet je, tonner. Dat is iemand die een ton heeft. En hij zei: Ja, ze hebben het allemaal over miljonairs, miljonairs, Maar tonner, dat lijkt me wel uh, bereikbaar. Dus dat wilde hij gaan doen. Dus hij is vier jaar geleden zo begonnen of nou, hij zit nu al op 90.000 of 85.000. En hij legt dus ook een beetje uitgaan over geld hebben. Hoe doe je dat nou? Wat is nou slim en wat is nou. Uh, en hij geeft ook wel wat adviezen. Dus ik dacht, oh, daar ga ik ook weer eens even oh, naar uh, ga ik kijken. luisteren. Ja, ja leuk. Zetten we in de show notes. Ja, zetten we in de show ja. notes. En, um, en ja, ik, ik heb altijd wel, altijd, ik heb denk ik wel vanaf heel jong wel belegd of zo. En ja, ik hou ook wel van uh, bingo en, en, en een gokje, waren. Een beetje bitcoins. <laughs> ja. Voor de mensen die dit verhaal niet kennen, ik heb ooit, toen de Bitcoin. <laughs> toen één Bitcoin 300 euro was, heb ik er drie gekocht. Iets meer dan drie. En, uh, Maar dat was gewoon een grapje, omdat ik in een netwerk zat waar al die nerds die deden dat. Toen dus dacht ik, nou laat ik dat ook eens doen. En toen uh, uh, ging dat stijgen, ging dat stijgen. En toen zeiden ze, je moet het beter beveiligen, je moet het beter beveiligen. Dus toen ging ik dat in een online wallet stoppen. Uh, en dan kreeg je dus een code van twaalf woorden. Nou, inmiddels is die code kwijt. En uh, heel veel mensen zeggen tegen mij: ja, maar je kan toch dan opnieuw opvragen? Nee, dat kan niet. Want die code is gegenereerd door een computer. En ik kan niet aan een computer vragen: geef mijn code terug. Uh, dus ik ben. En ik had wel een klein beetje. Ik had, ik had mijn inleg er al uitgehaald. Want toen het verdubbeld was, had ik die duizend euro er weer uitgehaald. En uh, ik had nog een beetje op de oude account laten staan. Dus dat kleine beetje, dat is nog steeds 10.000 euro. Dus dat is best leuk. Dus het is nog steeds 10.000 euro winst, maar het had iets meer kunnen zijn. Ja, dus mocht je nou het idee weten hoe zij de 12-cijferige of 12 de code terugkrijgt, zij staat voor alle opties open. Ja, maar dat is niet te doen. Niet Zelfs te voor doen. ethische hekken staan we open. Ja. Nee, maar dat is niet te doen. Dus dat is al uh, begonnen werk. Maar goed, dat was een harde les, maar ja, ik had zoiets van ja, het, uh, het, het, was, het was al winst, dus het was al leuk. En um, zo heb ik ook wel eens gewoon een tip van iemand gekregen. Je moet Hageman of buurman of aandelen kopen. heb ik ook eens gedaan. De ene gaf wel winst, de andere had ik verlies. Dus dat is een beetje spelen met geld, maar dat gaat dan om klein. Maar dan leer je wel een beetje hoe het werkt of zo. Ja, dat is het. Je moet ja. gewoon ergens. Iemand zegt: ga dat maar eens een keertje kopen ja. en kijk maar eens wat er gebeurt. En dat ja. heb ik denk, gewoon nodig. Dat ja. iemand een keer zegt: van, doe dan nou dit. Ik ja. denk van, ja, maar moet je dat doen dan? Moet ik dat bij de ja. bank doen? Moet, wat moet je dat doen dan? Weet je? Nou, het leuke is dat Aaf ging dus nu ook. Ging, uh, uh, 1000 euro op een beleggingsrekening doen en die ging dat dan bijhouden. En dan, het beste is eigenlijk om elke maand een be bepaald bedrag erop te zetten. Dus stel dat je 100. Euro per maand doet, uh, want dan koop je eigenlijk in de top en al in de dalen, dus dan koop je eigenlijk, maakt niet uit hoe de koers staat, je koopt gewoon en dan um, is het over het algemeen zeggen ze dat je gemiddeld iets van 7 kan krijgen op jaarbaarsers. Dat best heeft de, dat is best wel veel uh, rendement en dat is natuurlijk de geschiedenis, dus ja, je weet je, garanties van uh, je kent het. Ja. <laughs> Dus dat weet je nooit. Maar ja, het is. Het, kijk, je moet er ook mee om kunnen gaan dat je op een gegeven moment ziet dat je geld minder wordt. Want dat is best wel vervelend, moet ik zeggen. Ja, maar dat is denk ik ook de, de insteek. Als je zegt van ik ga het proberen, dan moet je dat met jezelf meekalculeren. Ja. En of je dat nou met 1000 euro of met 10.000 euro doet. Ja. Ik denk dat de kunst is om dat oké okay te vinden. Ja. Ja, want hij was naar de op. Niet te naar vaak de, kijken, denk ik. Nee, ja, in het begin, want ik heb ook wel met de bitcoins dat ik weer wat meer ging doen. Dan ging ik elke dag kijken. Ja, op een gegeven moment wordt het wat minder. Dan denk ik, dat zal wel. Maar het blijft wel iets leuks of zo. Dan denk ik, oh, gaat weer omhoog. Oh, gaat weer naar beneden. En, maar je moet er wel, hij had bijvoorbeeld 90.000 en een week later had hij 85. Dus toen dus zei hij, ja, dat is 6% verlies, zeg maar. Dat is best wel veel. En hij zei, ja, daar, daar raak ik er wel een klein beetje in de stress van. Maar ja, daar moet je dus wel mee om kunnen gaan. Want als je denkt, joh, daar kan ik niet van slapen, dan moet je het dus niet doen. Nee. Nee, dan moet je het niet doen. Maar het is meer dat ik denk: oh ja, op zo'n spaarrekening doet het niks. Nee, helemaal niks. Het staat alleen maar statisch te zijn eigenlijk. Ja. En, uh, en ik weet dat, dat mijn vader, die heeft me nooit heel veel uitgelegd of zo. Maar die had ook dan weer die Rabo-certificaten, die heb ik van hem overgenomen. En daar krijg je dus ook dividend op. En toen zei hij: je hoeft niet zo op de beurs te letten op de koers. Het gaat om de dividend. Dan dacht ik: oh ja, weet je, als je elk kwartaal wat krijgt, dan is dat een soort van extra of zo. Ja. Maar dat is dus nu een beetje wat er nu minder is. Vroeger had je dan de Rabobank. Ja. En die deed dat soort dingen. Tegenwoordig is die, 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 die overspoelheid van wat moet je nou doen, Bitcoin? Ja. Moet je nou beleggen ja. bij die? Moet je nou... Ik vind het wel lastig hoor. Ja. Ja. ja, want er zijn ook, vond ik namelijk, een heel leuk een platform met van die crowdfunding-achtige praktijken. En die vind ik wel tof. We zijn soms ja. hele mooie bedrijven die iets willen doen. Maar ik zat er van de week even naar te kijken. Toen dacht ik, oh ja, dat zijn ook wel echte risico's. Terwijl als je dan zo'n plan van zo'n bedrijf leest, denk ik, oh, dat is stof, dat is goed, dat, oh, dat ziet er goed uit. Ja, ik ben daar best gevoelig voor. Terwijl ik denk, je weet het natuurlijk nooit helemaal. Nee. Dus dat, is, dat vind ik dan ook wel weer spannend. Dus dat durft dan ook niet zo goed. Nee. nee, dat is wel interessant, toch? Maar ja. dan gaat het gewoon om, dat het uit handen is? Volgens mij gaat het daar dan over. Dus dan vind ik het eerder ja. spannend omdat het dan bij een ander ligt, zeg maar even. En als het om bedrijf opzetten gaat, ja, waar gaat dat heen? Nou ja, en, en je weet natuurlijk nooit of een bedrijf succesvol is, want je kan wel, nee. het plaatje kan mooi zijn, maar dan denk ik ja, je weet nooit in de achtergrond wat er allemaal speelt. En ik, nee. ik heb ook die podcast geluisterd van de, de Missing Crypto Queen. Heb je die? Nee, ken ik ook niet. <laughs> dat is echt een grap. Dat is zo'n vrouw en die is van OneCoin One en die heeft dat dus helemaal opgezet. En er bleek dus geen uh, blockchain-technologie achter te zitten. En dat is zeg maar de technologie van de bitcoins. En, uh, maar zij heeft dat zo, zij echt miljoenen, miljarden misschien wel heeft ze opgehaald. En ze was echt heel succesvol en, en hoorde praten. En op een gegeven moment was ze kwijt. Ja. En toen bleek het dus eigenlijk allemaal een soort ja, scam te zijn. Het, het allemaal niet waar te zijn. En nu, ja, ik heb het nog niet afgeluisterd, maar volgens mij is ze nog steeds kwijt. Dat ja, maar dit, dan wel. dit is. Ja, maar dit is denk ik. Weet je, de mensen die het moois gaan lullen, die zijn niet altijd per definitie het betrouwbaarst. Precies, precies, ja. Ja. Dus uh, uh, het grappige is, als we het dan hebben over. Fix jezelf. Uh, maakt geld gelukkig. Maakt nee, geld nou, jou denk, gelukkig? Ja, dat denk ik wel, ja. En niet zozeer uh, dat het geld ervoor zorgt dat ik gelukkiger ben, maar de omstandigheden dat je wat meer geld hebt. Is, maakt het wel uiteindelijk gelukkiger. Omdat het leven toch makkelijker wordt. Minder zorg op, op geldgebied is toch fijn. Daar kan je ja. linksom of rechtsom zeiken met z'n allen. Um, maar dat wat onbezorgde leven, daar maakt iedereen gelukkiger. Lijkt mij. Dus ja, het maakt gelukkiger. Is het de definitie van geluk? Nee. Daar ben ik het niet mee eens. Want zonder gel geld zou ik ook gelukkig zijn. Ja. Ja, natuurlijk. De geluk zit volgens mij in jezelf, alleen het maakt het wel gelukkiger. Weet je, het maakt het wel makkelijker en daardoor gelukkiger. Waardoor je ja, meer kan genieten, meer met elkaar kan zijn. Ja, ik denk dat geen geld wel ongelukkig kan maken. Ja, nou ja, net zoals geld gelukkiger ja. kan maken, maar niet ja. per definitie gelukkiger maakt. Weet je, als ik het even ja. zo. Iemand die heel rijk is en, en van nature super, super ongelukkig of ontevreden, die wordt niet gelukkiger van nog meer geld. Nee. Um, ik wel, denk wel dat geld gelukkiger kan maken. Net als geld ook ongelukkiger kan maken. Of geen geld hebben. Sorry. Ja, precies. Uh, ze zeggen dus, uh, uit studie blijkt, maar dat is, ik zag ook weer dat het wel tegen werd gesproken, dat een jaarinkomen van 75.000 dollar, dat je tot die grens maakt dat je wel gelukkiger. Dus dat is denk ik 65.000 of zo euro's. En, uh, maar er was weer een ander onderzoek dat sprak, sprak het tegen. En die zegt dat het geluksgevoel wel blijft stijgen. Uh, en dat er geen duidelijk plateau is. Uh, maar ze hebben ook dus een, uh, uh, bij de Postcode Loterij een, een uh, test gedaan. Uh, met buren die geen uh, lot hadden. En wat bleek: zes maanden later waren de winnaars uh, niet gelukkiger dan de buren die geen prijs hadden. En wel hadden de loterijwinnaars een dikkere auto voor de deur staan. Het maakt het leven makkelijker. Dus het gaat ja. niet over. Denk, ik denk dat geluk niet te meten is, sowieso niet. Uh, maar ik denk dat het leven makkelijker maakt. waardoor de omstandigheden. Wat, kijk, iemand die altijd zorg om geld heeft. en daar bedoel ik echt zorgen. Ja. Um, die wordt uiteindelijk, denk ik, wel. of verzuurd of, of ongezonder. of op welke manier dan ook. Je lichaam ja, heeft toch ook effect? Ja, ik denk wel dat het makkelijker maakt. Dus uiteindelijk gelukkig, als je dat vraagt. En jij, wat denk jij? Nou ja, ik, ik merk dat. Uh, het wel een soort rust geeft of zo. Uh, ik had laatst een een of andere tegenvallen met een klus, een klus of zo waar een factuur bij kwam. En dan denk ik, oh ja, nou ja, geeft niet. Terwijl voorheen heb ik ook een periode gehad. Oh nee, dan moet ik dat nog betalen. Dat red ik eigenlijk niet. En hoe doe ik dat dan? Oh shit, hey, dan moet ik eventjes voorzichtig zijn ja. of zo. Dus dat maakt, dat, dat maakt wel gelukkiger. Dat ja. ik nu denk, oké, okay, ik, ik ga nu naar de tandarts en nieuwe implantaten. Dat ik denk, oh ja, dat kan nu dus. Ja. En uh, Daar hoeft dus geen zorgen over te maken dat het dan. Dus dat, dat, dat maakt me wel gelukkiger. Maar is dat nou het echte, ba het, het, het ultieme geluk? Nee, dat niet per se. Nee, maar maakt dat dus is denk dat ik levensgeluk het... waar je het dan over hebt. Ja. Dus als je, en volgens mij gaat dat heel erg over ouder worden, gelukkig met jezelf zijn, uh, tevreden met jezelf zijn, gezond zijn. Uh, dat maakt denk ik ja. dat basisgeluk. Maar daar helpt denk ik. Uh, minder stress over geld ook wel aan mee. Dus het is niet alleen maar geld maakt gelukkiger. Ik denk dat het uh, geluk uit meerdere factoren bestaat. Ja. En, want als je gewoon, sorry voor mijn woordkeus, een klote dag hebt, dan word je niet blijer als je op je bankrekening kijkt of zo. Dan heb je gewoon nee, wel precies. een klote dag. Ja, precies. Dus ik denk ja. dat, ja, het maakt geld gelukkiger, het maakt makkelijker, waardoor er andere omstandigheden uh, wegvallen die eerder zorgen gaven of zo. Snap je wat ik zeg? Uh, zeg nog eens. Geld maakt, makkelijk. geld maakt het leven makkelijker. Waardoor ja. er een, een stressfactor wegvalt. Zeg, laat ik het maar even zo zeggen. Maar als je kinderen... Weet je, toen ik kanker had, ging ik niet zeggen... Oh, gelukkig. Ik heb gelukkig ja. dat ik nog geld heb. Ja. Weet je, dus de... Ja. Het is een... Ik denk dat geluk bestaat uit een, een, een taart van, van zoveel punten. En dat elke punt bijdraagt aan meer geluk. Waaronder bijvoorbeeld ja. ook... Je minder zorgen maken over je uiterlijk of... Uh, wat mensen van je denken. Dat is denk ik een taartstuk. Uh, geld is daar een taartstuk van. Uh, je, je kinderen of je mensen, je geliefden om je heen die gezond en gelukkig zijn, is denk ik een onderdeel van dat geluk. Dus ik denk dat geluk een taart is. Ja. En dat geld daar een gemaksstuk van is. Ja, dat is grappig. Want bij 365 hadden we inderdaad uh, uh, relaties, gezondheid, werk en geld, geloof ik. Ja, ja, nou dat is dus denk ik precies de. de, de ja Dat wat er allemaal in balans. Als het ja. allemaal in balans is, dan denk ik dat, er, dat je kan spreken over geld maakt gelukkiger. Um, anders denk ik dat het een factor is wat makkelijker maakt en niet per se gelukkiger. Nou goed, einde van. En, en vind je, dat dus het laatste wat ik nog eigenlijk. Uh, die podcast heet Over geld praat je niet. Ken je dat ook, dat je over geld niet praat? Ja, dat is natuurlijk ook wel heel Nederlands. Hè? We, ja. we, we, kijk, ik ben net, kom terug net uh, van, van Griekenland. En, Um, daar wordt gewoon over geld gepraat. Ja. ja. Maar in, in wat voor zin? De, wat ze verdienen? Wat ze... Alles. Ja. Alles. Maakt niks uit. Ze hangt niks aan vast. Dus er hangt helemaal geen maatschappelijk element aan vast. Dus goed hebben is goed, slecht hebben is goed. Het verandert niets aan het. Wij hebben hier wel een, een bepaald soort. Vertel je de buren niet, hè? Nou, geld wordt ja. niet gepraat. Um, daar hebben ze daar. Politiek ook, er wordt ook gewoon over gepraat. In de breedste zin van het woord. En dat is wel echt wel anders in de cultuur daar, laat ik het maar ja. even zo zeggen. Dus het is cultureel ja. gezien anders, ja. um, waardoor er ook gewoon uh, makkelijker over gepraat wordt. Ja. Grappig hè, dat het, zo ver weg is het niet. Uh, dat het dus echt een andere cultuur, in andere culturen weet ik het niet, maar dit is de, de, ja, de cultuur die ik ken, zeg maar. Ja, er wordt gewoon over geld gepraat, over hoe je verdient, hoe je uitgeeft, wat het kost. Um, maakt niks uit wat je huis kost, wat dat stuk land kost, wat je wil kopen. Maakt niks uit. Ja. Ja. Dat is grappig, ja. Want uh, uh, ik heb het er heel erg meegekregen. Want mijn moeder zou het niet aan de. Gro uh, aan grote klok hangen. Grote ja. klok hangen. Niet de vuile was buiten hangen. Ja. Of zo. Of niet. Uh, zeg het maar niet. of zo. En dan... Maar ja, ik vertel het dan wel of zo. Maar ik hoor nog wel vaker van mensen. Dat ik nou, denk. Het, het, het kan dan ook soms een beetje opschepperig klinken of zo. Of het. Uh, uh, ik weet het niet. Er zit nog wel een soort lading op. Ja, ik denk dat dat heel erg. Dat hele. Um, Calvinistische, zeg maar, dat, dat wat wij in onze, bijna in onze aderen hebben, um, lopen, dat we, doen we normaal, doe je al gek genoeg. Ja. Um, laat de anderen maar niet zien wat je hebt, dan gaan ze profiteren. Ja, um, dat, ja. Um, weet ik veel wat. Uh, mensen gaan je anders aankijken als je dit hebt, of een, uh, een tonner bent, dat leuk trouwens. Um, ja. Ja, dus, <laughs> ja. dus, dus, dus op een of andere manier um, hangt er een bepaald soort maatschappelijk element aan vast, en dat is daar veel minder. Dus ja. Dat, ja is dus niet zichter, ja. anders. Ja. Oh grappig. Ik, ik klik op, uh, uh, ik heb een test gedaan en ik was levensgenieter. Ja. Uh, je hebt een heel leven voor jezelf gecreëerd. Morgen, zorgen zijn, om morgen zijn jouw vreemd en de kunst van in het nu leven heb je als geen ander onder de knie. Toch is het verstandig om een beetje meer voorbereid te zijn op je toekomst. Is dat is dezelfde staat... test die ik gedaan heb. Ja. Ja. En nu staat er een handig portemonneekaartje. Daar staat dan op... Heb ik dit echt nodig? Is dit de beste deal? Kan ik het geld missen? Dat is best grappig. Ja. Ik had volgens <laughs> mij... Uh, dat ik daar uh, iemand was die... Uh, moeilijk om financiële beslissingen te nemen. Waar oh, het ja. rond was, weet ik ook niet. Maar... Nee, want bij die andere had ik ook een, een uitslag dat... Even kijken hoor. Uh... Oh, nee, dat, was, dat ging over een andere. Nee, dat was ja. niet waar. Maar uh, toen dacht ik: Oh ja, ik kan nog wel soms. Uh, Denk, heb ik dit echt nodig? Ik vind wel dat ik best wel wat. soms wat minder mag kopen. Ja. Wat nou, als je morgen niks meer zou hebben, wat zou je dan doen? Jeetje, uh, een baan zoeken. Ja, simpel, simpel ja. ja Ja, ik ook. zou echt uh, van alles gaan doen om uh, uh, toch weer te krijgen wat je nu hebt, zeg maar. Ja. Ja, ik zou daar ook mijn schouders onder zetten. Ja, ja het, is, het, is, het is gek dat je dan. Uh, hoe werkt dat of zo? Waarvan. Want ik weet dat die jongen in die podcast, uh, die wilde dus een ton gaan creëren. En toen zei hij: Ja, dan ben ik dus mijn financiën na gaan doen. Abonnementen opgezegd. <coughs> gekeken naar uh, uitgaven qua uh, supermarkt, qua uh, levensonderhoud. Toen dacht ik: Ja, volgens mij kan je echt wel op heel veel dingen besparen. Dat ja, denk uh, ik ook, als je heel bewust bent. Ja. En, weet je, als je er ook een spelletje van maakt, zoals hij ja. daar. Uh, dus, want hoe lang heeft hij erover gedaan? Ja, dat weet ik dus niet zo goed hoe, hoe lang die. Want ik, volgens mij is hij vier, vijf jaar geleden begonnen. Ja. Uh, maar dan denk ik, als je in vier, vijf jaar. Hij zei. Ja, ik had nooit gedacht dat dat, dat, dat zou kunnen. En nu zit ik al zo, zo ver. Dus, en hij zei: Ik wil eigenlijk laten zien. Ik heb hem nog niet gegoogeld. Van dat dus iedereen dat kan, ook met een gewoon uh, salaris. Want hij ja, is ook journalist. Ja. En uh, dus hij zei: Ja, je kan eigenlijk als je daarin wat bewuster bent. kun je best wel daarin uh, wat opzij leggen. en daar dus mee gaan beleggen. Uh, maar het gaat natuurlijk ook op het, op het gebied op welk moment stap je in. En je moet het echt op de lange termijn zien. Want het kan best zijn dat de komende jaren dat het allemaal naar beneden gaat. Ja, dan moet je dus wel een lange adem hebben. Uh, dat je over tien jaar kan kijken. Oké, okay, dan is het wel een rendement. Ja, leuk. Nou, luister, wat, 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 uh, wat ga je doen? Wat ga je doen met uh, geld? Wat heb je geleerd van geld? Hoe, uh, hoe fik je jezelf met geld? Nou ja, als jij, weet je, ik denk dat ik. Uh, uh de gekomen ben dat ik eigenlijk best wel een goede relatie heb met geld. En daar heb ik helemaal nog nooit over nagedacht. Um, nou dat, dat ik ook weet dat, dat er mogelijkheden in zitten, zeg maar. Um, maar even zo te zeggen. Ja, ik denk, als ik zo even naar jou geluisterd heb en de testjes die we zo nu en dan gedaan ja. hebben en de vraag, zou ik denk dat ik best een fijn, fijne relatie met geld heb. Dat ik dat helemaal nog nooit zo inzichtelijk heb gehad. Ik heb helemaal niet over het na heb gedacht ook. Grappig hè. Dat is toch iets wat je mee hebt gekregen. Want ja, ik, je, ik heb... je kan wel zien dat je man een andere relatie heeft met geld. Um, ja, maar die heeft het veel meer meegekregen. Een van zijn ja. uh, eerste dingen die hij moest doen was een... Hij stam van Marokkaanse kom af. En uh, kijk, daar heeft hij nooit wat mee gedaan. Maar hij heeft een Marokko spaarrekening moeten openen van zijn vader. Oh, ja. En daar geld op moeten storten. En uh, in Nederland oh, ook. En sparing. Dus bij hun was dat veel, heel, een hele andere ja, baas of een heel ander begin of zo, uh, ja. die daarin zit. Altijd geld achter de hand houden. Dat is een hele andere ja. uh, manier. Ik denk dat hij ook uh, zeg, zou zeggen dat hij geld lekker vindt. Laat ik ja, het precies. Even zo zeggen. Dat is wel, dat is de basis. Uh, um, ja, Ik denk wel dat we van elkaar ook geleerd hebben in, in alles. Ja. En wij zijn allebei van mening dat als je het niet hebt, dat je gewoon het harder moet lopen. Ja, precies. En dat, ik weet zeker dat mensen dit luisteren, dat ze denken: ja, ja makkelijk praten. Uh, maar dat is helemaal ja. niet waar of zo, dat, dat je nee. alles wat ik heb, heb ik zelf verdiend. Ja, precies. Ja. Ja, en ga je uh, beleggen? Nou ja, daar wil ik straks even over hebben met je. <laughs> <laughs> ik dan heb dan net gekeken, even over ja, want ik heb net ook gekeken, dat ik, dat ik, ik wil eigenlijk ook wel wat ik het ingewikkelde vind en misschien kunnen mensen daar ons bij helpen. Uh, ik wil eigenlijk een onafhankelijk adviseur. Die op alle gebieden iets weet. Dus die iets weet van uh, beleggen in vastgoed of in uh, aandelen of in crypto's. Nee, ik, of in... ik weet wel iemand, trouwens. Oké, okay. nou kijk. Het is al opgelost, mensen. Wel... Ja, het is al opgelost. Ik weet wel iemand. Of ja. nog doet ze twee, maar ik denk het wel. Ja, want ik had een adres gekregen van iemand. Dus die ging een mailtje, een appje sturen. En die zei, ja sorry, ik mag geen beleggingsadvies geven. Ik dacht, oh ja, dat zijn dan weer mensen die dus niet, ja. Niet... Terwijl ik denk, ik wil wel dat je gaat uitleggen van, joh, wat is nou slim. En geef mij maar alle opties, dan kan ik zelf wel kiezen. Ja, Mohammed uh, zei van mij ook laat. We moeten die en die even bellen. Want daarin zou je nog wel eens. Dus het is grappig dat deze persoon. Uh, in de afgelopen twee weken al twee keer voorbij komt nu. Misschien moeten we jou... samen naar hem toe. en dan gaan we daar een podcast over maken. Fix jezelf oh, met het. beleggen. Ja, nou, dat is best een leuk idee. Best een <laughs> leuk idee. Nou, mensen, dit was het geheel over geld. Ik ben benieuwd hoe jullie erover uh, denken. en uh, of jullie jezelf kunnen fixen met geld. Ja, het is gewoon is, net nog uh, wel domme heen. dat jij zegt, uh, geld praat je niet, hè? Ja. Um, maar ik denk dat. Dat het nog zwaarder weegt als je vrouw bent. Ja, dat denk ik wel. Dat zit ik me eens zo te bedenken. Ik denk mannen praten dan nog wel over beleggen of over dingen, zaakjes, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Maar vrouwen, ik denk dat ook wel, dat dat wel het nieuwe ding wordt. Dus dat wij nou, als vrouwen gewoon mogen praten over geld. Oh, ja. Ik kwam net op de site terecht, want daar was ik al eerder. Had ik een boek van geluisterd. Uh, Blondjes beleggen beter. Vond, het leuk. vond ik leuk. Vond ik leuk. Je <laughs> hebt ook een cursus, dus misschien ga ik die cursus wel volgen. Oh, maar uh, ik ben benieuwd of mensen dat ook vinden. Ik weet het niet zo goed. Ja, ik vraag het me af, want ik, ja. ik weet dat sommige mannen praten wat makkelijker over de zakelijke beslissingen, laat ik maar, ja, zo maar zeggen. Ja, maar ook niet over hoeveel verdien je over nou. Over geld. Nee, maar ik denk dat bij vrouwen nog zwaarder weegt. Dus ik laat het ons weten. Ik ben benieuwd ja, gewoon. Ja, ben ik ook benieuwd naar, want ik ja. weet het ook niet. Nee, ik ook niet, want ik heb dat niet, maar ik dacht het ja. ineens zo. Nou, leuk als jullie reageren en uh, tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op jouw favoriete podcastkanaal, Fix Jezelf, de Podcast. En weet jij iets wat ons gelukkiger maakt? Laat het ons dan weten via www.fixjezelf.nl.